En de boer, hij ploerde voort. Hoe is het dan? Maar ook bij perenmeel. Ja, we doen het appelsap een beetje mengen met peren. Want dat zijn relatief zure appels. En dan doen we wat peertjes erbij. Ga je het zelf persen of laat je er iemand weer voor komen? Nee, dat brengt ergens naartoe. Ja. En die heeft zo'n installatie en die pers het dan en doet het ook in de flessen en zo. Oké. Dat is een heel goed. Ook voor de andere mensen. Dat is voor niemand prettig. Toch of niet? Veel per jaar, hè? Maar ik heb nu heb ik 6 kisten eruit. Zeg, welke boom moeten we naar doen? Ik heb geen idee. Hiernaast is er nog één. Ons naast. Oh. Ja, ik kom zelfs op doktersadvies, mevrouw. En zelf met de gos, met dit bedrijf? Nee, we hebben toen ook de beste fruit gewoon in mijn voort genoeg. En er is er iemand tegen gekomen en daar had geen opvolging. Ja. En wordt niks voor samen te werken. En dat hebben we 10 jaar geleden gedaan en dat doen we genoeg nog. Ja, oké. Prachtig werk. Oh, dat is ik wil anders, ja. Ja. Meel, appel, peren, sap, toch? Appel, peren, sap, ja. Heerlijk. Ja. Klopt de keur. Klopt de keur, ja. In 2018, een heel goed jaar.